Beste mensen thuis, van harte welkom. Wat leuk dat u kijkt. Welkom Erik van Oosterhout. Welkom Floor Milikowski, auteur van het boek waar het vanavond allemaal om draait. Een klein land met verre uithoeken. Natuurlijk is het heel jammer dat we vanavond niet fysiek bij elkaar aanwezig kunnen zijn. Ik ben vooral heel blij dat we toch op deze manier online via internet ons programma kunnen doen. Veel dank daarvoor aan DNK in Assen om dit technisch mogelijk te maken. Mijn naam is Simone Knapen. Ik ben projectmanager innovatie bij Bibionet Drenthe en initiatiefnemer van deze avond. Het was begin van de zomer dat ik het boek las van Floor. En me gelijk geraakt voelde. Ik dacht, maar dit is waar wij dagelijks vanuit Bibionet met onze bibliotheken mee bezig zijn. Het vergroten van kansen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En het juist verkleinen van die kloof tussen arm en rijk. En het verhaal in een klein land met verre uithoeken gaf daar voor mij zo'n andere kijk op. Dat ik... gelijk heel de dag. Wat een leerzaam verhaal, wat een inspirerend verhaal. Ik zou het graag willen delen met jullie, onze netwerkpartners van Bibionet. Gemeente, onderwijs, culturele, maatschappelijke instellingen. Mooi dat we hier bij elkaar zijn vanavond. En samen dat verhaal verder kunnen ontdekken en verder vorm kunnen geven. We hopen op veel interactie met jullie thuis. We hebben daarvoor de Mentimeter. Ik hoop dat jullie al zijn ingelogd. Is dat niet zo? Ga alsjeblieft even naar menti.com en vul de code in. Ik moet even spieken. 6843733. En stel je vraag, maak je opmerking. En als eerste hebben wij een vraag voor jullie. Waar woont u? Wij zijn heel benieuwd wie er thuis aan het kijken zijn. Waar komt u vandaan? Waar komt u weg, moet ik zeggen? Onze volgende vraag is... Mag ik die al zeggen trouwens? Ik kijk even naar de regie. De uitzending duurt vanavond tot uiterlijk 9:30. De uitzending wordt opgenomen, dus is later ook nog terug te kijken via onze website. Ondertussen zien wij waar jullie wonen. Ja, en tenslotte zijn wij ook heel nieuwsgierig. Wie heeft het boek gelezen of geluisterd? Ben er mee bezig? Nou, hoe dan ook, wel of niet gelezen of geluisterd, vanavond is een hele mooie. Dan wel introductie, dan wel verdieping. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. We gaan straks verder met die Mentimeter. Mijn naam is Erik van Oosterhout, de burgemeester van Emmen. Ik vind het leuk om dit vraaggesprek te doen. Al is het maar omdat in dit mooie boek, Floor, hartelijk welkom in Drenthe. Dankjewel. Een klein land met verre uithoeken, ook Emmen een heel prominente plek inneemt. Je schrijft, Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers. En ik vond dat je het ook heel mooi schreef. De platte polder verandert in een mozaïek van winnaars en verliezers. En in een artikel in Dagblad van het Noorden staat... Hoe komt het dat sommige steden en regio's de wind mee hebben... terwijl anderen steeds meer moeite hebben om bij te blijven? Volgens mij raakt dat wel een van de kernvragen van dit boek. En je had onder andere de Emmense wethouder Bouke Arens in de tijd geïnterviewd... en die zei in de kritiek op het Westen... ze staan met hun gezicht naar de zee en met hun rug naar de provincie. Overigens diezelfde wethouder is nu in het burgemeester aan zee, zeg ik maar even. Ja. Dan.
Ik wil je in eerste instantie even een compliment maken. Want ik vind dat je echt een mooi boek geschreven hebt. Heel inspirerend. Ik vind het ook heel mooi geschreven. En je maakt een messcherp beeld van Drenthe. En ik zag op de Mentimeter, een aantal mensen heeft het ook niet gelezen. Ik zal even een beetje de sfeer tekenen hoe je het schrijft. Zo schrijf je al vrij snel in Emmen. En dat, dames en heren, dan ben je maar een paar pagina's verder. Jij schrijft over Emmen. Emmen bevindt zich op een kantelpunt. In de jaren 60-70 maakte de stad een stormachtige groei door, met allemaal uitdijende industrieterreinen, werkgelegenheid, de bouw van grote nieuwbouwwijken. In de jaren 90 volgden nieuwe hoogtijdagen, met bezoekersrecords voor de dierentuin, die internationaal werd geprezen, et cetera, et cetera. Maar daarna schrijf je, het verval kwam onverwacht snel. De dierentuin moest rond de eeuwwisseling worden gered van een faillissement. En sinds de teleurgang van de industriële economie kampt de stad met zwaar teruglopende werkgelegenheid en een stevige brain drain. Kansrijke jongeren nemen de benen, meestal eerst naar de universiteitsstad Groningen en vervolgens naar de grote steden in het westen van het land. Daar zijn de meeste banen, de hoogste salarissen en de beste carrièreperspectieven. En dan schrijf je, Emmen loopt langzaam leeg en vergrijst. En als je denkt dat dat het is, aan het eind haal je nog eens even. Emmen, dit zou wel eens het definitieve einde kunnen betekenen van een avontuur. Je hebt het over de dierentuin, dat weliswaar grote risico's meebrengt, maar tegelijkertijd een bron van hoop is voor een stad die niet veel anders heeft om zich aan vast te klampen. Nou, als je zo'n boek dan leest, dit was de slotzin, dames en heren, ja, dan word je toch wel heel nieuwsgierig naar de schrijver. En ik vind het heel mooi dat Bibionet dat op deze manier georganiseerd heeft. Eerst even over jou, Floor. Dan komen we straks vanzelf maar even over het boek. Je bent journalist, je bent sociaal geograaf, je bent planoloog. Dus het is niet alleen dat je de tekst schrijft, maar je hebt ook de vakinhoudelijke achtergrond. Je woont in Amsterdam? Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen dan? Ja. Is dat leuk in Amsterdam? Als je geboren bent kun je niks aan doen, maar dat je daar ook, hoe zeg je dat, getogen bent? Nou ja, ik vond het heel leuk. Ja, maar jij zegt net, je komt uit Den Haag en dat vind je zo'n mooie stad. Dat is waarschijnlijk toch de plek waar je opgroeit, waar je geboren wordt, waar je opgroeit. Dat is de context waarin je de wereld leert kennen en waarin je jezelf leert kennen en waarin je het leven leert kennen. En daar wortel je en daar hou je van. Dus ja, ik voor mij is Amsterdam mijn thuis en ik zie absolute keerzijdes hoor. Ik bedoel, ik denk ook wel eens, ik wil naar een heel groot huis met een tuin ergens buiten de stad. Maar ik vind het een geweldige plek om op te groeien. Ik ben ook blij dat mijn kinderen erop groeien. Maar ik weet ook heel goed dat andere mensen heel gelukkig zijn om op hele andere plekken geboren te worden en op te groeien. Voor dit boek, waar we zo meteen verder over door gaan praten, volgens mij schreef jij een boek over de stad Amsterdam. Ja, ik heb het niet gelezen natuurlijk. Maar, nee, dat gaat gebeuren. Gaat gebeuren, want ik raak nu nieuwsgierig. Van wie is de stad? Ja, dat klopt. En dat was... zowel dit boek als mijn vorige boek zijn gebaseerd op artikelen die ik heb geschreven voor de Groene Amsterdammer. Ik heb tussen 2012 en ongeveer 2019 heb ik heel veel geschreven, zowel over de ontwikkelingen in Amsterdam. Van de vervallen, leeglopende stad die het in de jaren 80 eigenlijk was, naar het enorme economische succes, de bevolkingsgroei, de opkomst van het massatoerisme, de stijgende huizenprijzen, de verdringing als gevolg daarvan. Dus daar heb ik heel veel over geschreven. En tegelijkertijd heb ik in diezelfde periode al heel veel geschreven over wat er juist elders in het land gebeurde. Krimp heb ik over geschreven volop. Maar ook een stad als Almere, die worstelt met wat ben ik nou, wat moet ik nou, Rotterdam ook. Dus het is eigenlijk een grote avontuurtocht geweest door het land om te kijken die in de context van grote internationale trends en ontwikkelingen, hoe Nederland ervoor stond en hoe verschillende delen van het land ervoor stonden. En het eerste boek werd eigenlijk een verzameling of een bewerking van die artikelen die ik over Amsterdam heb geschreven. Wat vonden ze in Amsterdam van dat boek? Het is heel erg omarmd deels. Door zowel wethouders als burgemeester, als raadsleden, als beleidsmakers, als bewoners ook. Die natuurlijk, het doet pijn. Of enerzijds, het succes van Amsterdam is heel mooi. En dat is ook iets om heel erg te koesteren en op trots op te zijn. En tegelijkertijd, die keerzijde van dat succes doet gewoon pijn. De verdringing, dat massatoerisme, dat de leefbaarheid van dat zeker die binnenstad zo aantast. Ondernemers die het daardoor niet redden. De vraag hoe je dat tij kan keren. Ik bedoel, zoals op sommige plekken krimp zo'n ongrijpbaar fenomeen is, waar je zo graag iets aan wilt doen, maar je kan het niet goed. Dat is dat massatoerisme in Amsterdam en die stijgende huizenprijzen. Dus wat ik vooral heb willen laten zien is de tragiek die erin schuilt en de goede wil. Dat is ook wat ik uiteindelijk... Ik laat vaak ook de goede wil zien van heel veel mensen om er het beste van te maken. Maar wat vonden die Amsterdammers daarvan? Verschillend. Er is een grote groep Amsterdammers die het echt omarmd heeft. Het heeft ook in Scheltema, de grootste boekhandel van de stad, heeft het meer dan een jaar in de top 10 gestaan. En het is uitgeroepen tot het boek van het jaar door Scheltema. Omdat het echt het verhaal vertelde van die mensen en
zijn van die ontwikkelingen bekeken vanuit toch wel de bezorgde kant. Hè, en wat moeten we daar nou mee? Maar er was ook een groep die het gezeur en gepiep vond. Want die dacht, Amsterdam is een wereldstad. En als je niet van drukte houdt, dan ga je maar in een dorp wonen. En kijk nou, in Hongkong of in Tokio is het nog veel drukker en duurder en kleiner. Dus zeur niet zo. Dus het is, het geeft in die zin ook heel erg die spanning weer. Van wat wil je zijn als stad? Waar wil je naartoe? Voor wie wil je er zijn? Ja, en als op het moment dat iets dat een onderwerp spanningen oplevert, dan weet je ook dat je wel goed zit in de discussie, want dat het dus een urgent probleem is. Ja. Dat is een mooi bruggetje naar dit boek, een klein land met verre uithoeken. Jij zegt over het boek van Amsterdam, nou, enerzijds werd het heel mooi gewaardeerd, maar er waren ook wel een aantal die zeiden, ze op te zeuren en een beetje die trotse Amsterdammers. Wat voor reacties kreeg je op dit boek? Nou, wat ik eigenlijk het leukste vond, was dat ik vooral vanuit de regio juist hele enthousiaste reacties. Okay. En wat ik ook heel interessant vond qua cultuurverschillen binnen Nederland, dat nog voordat het boek verscheen, begin juni, dat al media uit het noorden, RTV Drenthe, RTV Noord en Dagblad van het Noorden, een soort van concurrentiestrijd hadden dat ze allemaal de eerste wilden zijn om erover te publiceren te doen. Dat daar heel veel, er was duidelijk, in het noorden is duidelijk een heel sterk gevoel van het is onterecht dat wij achtergesteld worden. Terwijl het zuiden, dat kabbelde daar eigenlijk heel interessant achteraan. Dat kwam ook hoor, Zeeland en Limburg, maar dat kwam veel gemoedelijker en kabbelender. Okay. En hier kwamen was daar meteen al even van. Hier was een heel activistische noorden, maar ik merk inderdaad dat er heel veel inderdaad bestuurders en raadsleden en ambtenaren en beleidsmakers en andere gewone mensen vanuit de regio, vanuit verschillende provincies, die heel blij zijn dat dit verhaal een keer verteld wordt. Omdat er is altijd zoveel aandacht voor zowel de kansen als problemen in de Randstad. En er is relatief weinig aandacht natuurlijk voor de kansen en de problemen in andere delen van het land. Okay. En dat wilde ik graag belichten. Ja, nou, we gaan vandaag in gesprek over jouw boek. De kijkers worden uitgenodigd om vragen daarover te stellen. Ik zal er straks nog even wat aandacht voor vragen. We vinden het mooi, Floor, want we zagen ook een aantal mensen heeft het boek niet gelezen. Ja, onbegrijpelijk natuurlijk, hè, maar dat heb je dan wel eens even. Ik zou het leuk vinden als je even kort nog eens even ons meeneemt in de hoofdlijn van het verhaal. Ja. Ik geef je graag de vloer. Yes, nou, maak het uit, die camera. Ja? Ja, we hadden het er natuurlijk al eventjes over. Ik heb voor de Groene Amsterdammer heel veel geschreven over stad en land en over zowel de wederopstanding van de grote steden. Hè. Je moet je voorstellen dat in de jaren 60 en 70 en 80 dat de grote steden in zowel Nederland als in andere delen van de wereld eigenlijk leegliepen. Hè. Amsterdam bijvoorbeeld verloor tussen 1958 en 1984 bijna 200.000 inwoners. Dat kan je nu bijna niet meer voorstellen. Maar dat was echt zo. Dat was de tijd van suburbanisatie. Het idee dat omdat iedereen een auto had en omdat er een nieuwe diensteneconomie, kenniseconomie opkwam, dat mensen niet meer in die vieze oude steden hoefden te wonen. Dus er was een massale trek uit die steden. En tegelijkertijd werd door de Rijksoverheid werden andere delen van het land gestimuleerd. En werden verhuisbewegingen van zowel bedrijven als van mensen naar Drenthe of naar Groningen of naar Limburg of andere buitenrandstedelijke gebieden, werd heel bewust gestimuleerd. En mijn boek begint inderdaad bij Emmen. En dat is omdat ik eigenlijk Emmen een hele mooie samenvatting vind van waar het boek in zijn totaliteit over gaat. Emmen was na de Tweede Wereldoorlog nog een dorp. Een bescheiden dorp, een mooi dorp. Vanuit het idee dat juist kansarme delen van het land gestimuleerd moesten worden en vanuit het idee dat de Randstad overvol was. En omdat de economie enorm aantrek en de welvaart steeg, werd Emmen eigenlijk gestimuleerd door de Rijksoverheid en door ander beleid, werd het heel bewust opgepompt, ineens heel groot gemaakt, aangewezen tot een groeigebied. En dat leidde ertoe dat de stad binnen mum van tijd eigenlijk uitgroeide tot een serieuze industriestad. Allemaal fabrieken, inderdaad, nieuwe woonwijken, nieuwe industrieterreinen, nieuwe voorzieningen natuurlijk, scholen, kantoren, andere gebouwen. En binnen de mum van tijd was Emmen uitgegroeid van een klein dorp tot een middelgrote stad van tientallen duizenden inwoners. En er was op dat moment ook geen enkel idee dat dat zou eindigen. Hè. Er was echt een oprechte gedachte destijds dat de grote steden hun beste tijd hadden gehad. Dat mensen daar niet meer wilden wonen. En dat de buitengebieden, de meer groene, schone, frisse steden,
dat die de toekomst hadden. En toen kwam er eigenlijk vrij onverwacht, kwam er vanaf eind jaren 70, begin jaren 80, kwam er een kentering in woonvoorkeuren van mensen. Je had de democratisering van het onderwijs. Mensen gingen studeren, mensen bleven langer in de grote steden, in de studentensteden hangen. Daar ontstond een heel nieuwe dynamiek en tegelijkertijd bleek de kenniseconomie zich juist heel erg te clusteren in die grote steden. Dus vanaf de jaren 90 vooral zie je een enorme sterke trek naar grote steden als Amsterdam, ook Rotterdam, Utrecht, New York, Parijs, Londen, Shanghai, Singapore, noem maar op. Die grote steden wereldwijd zijn enorme economische motoren geworden, trekpleisters voor hoogopgeleide, getalenteerde, ambitieuze mensen. En daar heeft de Rijksoverheid op een gegeven moment heel bewust op ingespeeld. Ook in Nederland heel erg. Er is vanaf begin jaren 80 heel bewust gekozen om niet meer specifiek in te zetten op het ondersteunen van de kansarme delen van het land, maar om het op het versterken van de meest kansrijke delen van het land. Het was begin jaren 80 was Gerrit Wagner, was voormalig CEO van Shell, en die was gevraagd door Dries van Acht toen nog om een adviescommissie voor te zitten over de toekomst van de Nederlandse economie. De economie was toen in heel zwaar verkeerd, in heel zwaar weer. Hoge werkloosheid, een kwakkelende economie. De omslag naar die diensteconomie werd niet goed gemaakt in Nederland, terwijl dat in andere landen al wel goed gebeurde. Tegelijkertijd wisten we dat de grenzen binnen Europa op een gegeven moment opgeheven zouden worden en dat globalisering was echt gaande. En toen is Gerrit Wagner inderdaad als voorzitter van die commissie gevraagd, wat moeten wij doen met de Nederlandse economie? En hij zei toen in zijn advies aan Dries van Acht, toen nog zei hij, don't back the losers, but pick the winners. Dus zet niet meer in op het ondersteunen van die kansarme delen van het land, maar zet in op het versterken van kansrijk. En dat ging niet alleen over steden en regio's, dat ging ook echt over sectoren. Kies de kansrijke sectoren. Nou, toen is daar mede het mainportbeleid uit voortgekomen, waarin eigenlijk Schiphol en de Rotterdamse haven zijn gekozen als pijlers van de Nederlandse economie. Later is daar de Brainport-regio Eindhoven tussen gekomen. Die heeft zich daar eigenlijk tussen weten te vechten na bijna faillissement van de stad Eindhoven. En sindsdien is de Randstad het belangrijkste en die Brainport-regio het belangrijkste aandachtspunt van het Nederlands ruimtelijk-economisch beleid. Dus investeringen en energie en aandacht gaan grotendeels naar het versterken van die pijlers. Dus Schiphol is enorm gegroeid, die haven is enorm gegroeid. En dat heeft ook geleid tot welvaart. Hè. Vanuit hetzelfde idee is op een gegeven moment de hoge snelheidslijn naar het zuiden aangelegd. Hè. Er zou ook een hoge snelheidslijn naar het oosten en een snelle verbinding naar het noorden komen. Dat is dus nog niet gebeurd. Dat is een van de onderwerpen die ik ook in mijn boek nadrukkelijk belicht. De Betuwelijn is aangelegd, ook met het idee om Nederland goed te verbinden met het achterland. En dit zijn hele duidelijke ideeën geweest over de ruimtelijk-economische inrichting van Nederland. Wat men toen zich niet gerealiseerd heeft, is dat enorme gevolgen ook zou hebben voor andere delen van het land. Niemand heeft zich destijds gerealiseerd dat het verval in andere delen van het land zo hard zou gaan. Het idee van krimp was destijds nog helemaal niet aan de orde, omdat nog steeds we volop in die groeigedachten zaten. En men zich nog niet goed kon realiseren dat als iedereen naar die Randstad toe zou trekken, dat zou leiden tot enorme krimp in andere delen van het land. Dus wat ik heb willen laten zien is in mijn boek is enerzijds dat enorme succes van die grote steden. Ook wat voor hoe dat ontstaan is. Hè. Dat is in Amsterdam of in Rotterdam of in Eindhoven. Dat is overal anders. Maar tegelijkertijd heb ik willen laten zien dat heel veel delen van het land zich in de steek gelaten voelen. Emmen is daar een voorbeeld van. Maar ook in het zuiden van Limburg of het noordoosten van Groningen of in Terneuzen. Dat niet aan bod komt in het boek, maar dat in dezelfde categorie valt. Dat er veel plekken zijn die voelen dat ze niet gesteund worden in hun problemen. Emma als voorbeeld, om daar even op terug te komen, wat net al even benoemd werd. Die krimp die voor de deur staat, hè, de vraag is altijd in hoeverre het doorzet, kwam echt vrij onverwacht. Er was in begin van de eeuw was er nog verwachting dat Emma behoorlijk zou groeien. Hè, en er waren groeiambities en er waren grote woningbouwambities. Maar omdat die verstedelijking en die trek naar die grote steden zo hard is gegaan, zoveel harder dan eigenlijk verwacht is, zie je dat inderdaad een stad als Emmen, maar ook Sittard-Geleen of Heerlen of Delfzijl, dat die veel sneller dan ze eigenlijk verwacht hadden, hebben moeten zoeken naar waar staan wij dan? Hè? Ik bedoel, je ziet dat Amsterdam bijvoorbeeld in zekere zin veel meer verbonden is met New York of Parijs of Singapore of Shanghai dan het is met Emmen. Hè? En dat die sterke internationale economische netwerken allemaal verknoopt zijn inmiddels
In grote steden wereldwijd. Maar wat betekent dat dan voor een stad als Emmen? Wat is het toekomstperspectief? En als de Rijksoverheid je niet meer steunt, zich terugtrekt, want zegt wij zijn er nu met name voor die kansrijke delen van het land. Wat moet je dan eigenlijk als gemeente? Moet je accepteren dat je krimpt? Moet je proberen dat tij toch nog te keren? En dat geldt natuurlijk ook voor andere delen in het land. En wat ik mooi vond, en daarom gaat dat eerste hoofdstuk gaat ook over Emmen. Het is trouwens ook een hoofdstuk over Veenhuizen. Waar natuurlijk diezelfde krimpvraag reist. En dat verlies van werkgelegenheid door die sluiting van die gevangenissen. Maar de grote vraag, als je het helemaal zelf moet doen. En als dat Rijk dus zegt, doe het zelf. Kies je eigen kracht. Ga uit van je eigen kracht. Zoek je identiteit. Heb je dan als Emmen eigenlijk wel een andere keus dan die dierentuin die zo een enorme trots was? En is het dan eigenlijk niet heel begrijpelijk dat hoeveel kritiek er ook is, terecht ook natuurlijk, op die enorme investeringen in dat Emmen Wildlands, is het niet ook begrijpelijk dat je probeert je vast te houden aan de droom, aan een ambitie waarvan je denkt dat het je misschien opnieuw op de kaart gaat zetten? En zo heb ik eigenlijk in mijn boek verschillende delen van het land, Arnhem, ook Helmond, ook Sittard-Geleen, inderdaad ook Hornhuizen, een heel mooi dorpje ten noorden van Groningen, heb ik laten zien hoe eigenlijk elke plek op zich een speelbal is geworden van nationale en internationale trends en ontwikkelingen, hoe iedereen zoekende is en hoe er in die zin ook weer behoefte is aan een nieuw verhaal voor de toekomst van Nederland. Hè. Waar willen we naartoe met dit land? Wat voor toekomstperspectief heeft Emmen of heeft Hornhuizen of heeft Amsterdam of Utrecht of Helmond? Wat willen we dat daar gebeurt? Willen we krimp faciliteren? Willen we het tegengaan? Wie heeft daarin de verantwoordelijkheid? Wat is de rol van de Rijksoverheid? En wat ik heel mooi vind om te merken, en dat is ook wat ik met name geambieerd heb met het boek, dat de discussie op gang komt. Hè? En dat is heus niet alleen door mijn boek. Ik bedoel, ik schrijf dat boek omdat het thema urgent was, al langer. Maar ik merk dat overal in het land dit gesprek gevoerd wordt op verschillende niveaus van overheid. Bij ambtenaren, bij beleidsmakers, bij bestuurders en politici. En dat er toch een hele sterke bereidheid en wil is om met elkaar tot een nieuw verhaal te komen over het Nederland van de 21ste eeuw. Hè, en hoe iedereen daarin weer zijn eigen plek kan vinden waar die trots en tevreden mee kan zijn. En daarom vind ik het ook heel leuk om hier te zijn uitgenodigd om verder door te praten over Drenthe, maar ook over vooral die bredere context van Drenthe in Nederland. Yes, dankjewel. Dankjewel. Kijk, en we doen het in deze digitale sessie, in een webinar zoals het zo mooi heet. Normaal hadden we in een zaal in Westerbork gezeten en had je nu even een staande ovatie gehad. Staande ovatie. Ja. Nou, ik zal je vertellen, welkom in Drenthe. Staande ovaties, dan moet je het heel bond maken hier. Maar een keurig applausje zat erin. Al is het wel omdat je, denk ik, in een mooi tijdsbestek van pakken 10 minuten even de kern van het betoog weergaf. Toen ik het las, ik heb veel gedaan met kansen voor kinderen. Volgens mij, jij hebt het zelf over het niet benutten van kansen. Je had het net over het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Wat bedoelde je met het niet benutten van kansen? Welke kansen zijn dan blijven liggen? Nou, kijk, wat ik wel heel interessant vind is aan die terugtrekkende overheid die ook op een gegeven moment gezegd heeft, hè, elke gemeente, elke regio moet zijn eigen kracht gaan zoeken. Hè, en als je een goed plan hebt, dan willen we bijspringen, maar wij gaan niet meer met het plan komen. Je ziet wel heel nadrukkelijk dat er inderdaad overal in het land van alles bloeit en groeit. Hè. En dat zie je inderdaad ook in Emmen. En ik bedoel, in dit boek schets ik een relatief negatief beeld, hè, van Emmen. Ik citeer een beetje, maar ja. Maar ik bedoel, ik wijs hier vooral op de problemen en de pijn die er zitten. Maar er is natuurlijk wel degelijk, en wat ik met name ook heb willen laten zien, is dat gedwongen door de omstandigheden de gemeente Emmen heeft gekozen op een gegeven moment voor dat hele Wildlands en het plein en de tunnel en alles wat daarbij hoorde. Als een soort van een kat in het nauw maakt rare sprongen, hè. Maar tegelijkertijd waren het natuurlijk op zich andere mogelijkheden geweest om Emmen weer op de kaart te zetten. Ik bedoel, industriële ontwikkelingen waren misschien eigenlijk logischer en verstandiger geweest om te stimuleren. En dat zie je, of het nou inderdaad Zeeland of Limburg of Groningen is. Je ziet dat er overal in het land best wel heel veel economische kansen zijn die niet benut worden, omdat die aandacht zo gaat naar die randstad. Zuid-Limburg als voorbeeld. Dat zou in potentie een economisch onwijs sterke regio kunnen zijn als het bijvoorbeeld aan zou kunnen sluiten op en Luik
en Aken. Maar omdat die grens daartussen ligt, die grensbarrière die het eigenlijk onmogelijk maakt om vrij verkeer, ik bedoel officieel hebben we wel vrij verkeer vergoederd, maar er zijn allerlei praktische obstakels, zie je dat Zuid-Limburg heel erg worstelt, terwijl er nauwelijks aandacht is voor het opheffen van die obstakels die economische ontwikkeling in de weg zitten. En dat zie je op heel veel plekken eigenlijk, dat met iets meer aandacht van de Rijksoverheid, en dat hoeft niet weer een spreidingsbeleid te zijn, of dat hoeft niet weer het plaatsen van het CBS in Heerlen of weet ik wat. Ik bedoel, dat hoeft heus niet weer terug in de tijd. Maar als je iets meer aandacht hebt voor de innovatie in andere delen van het land, economische mogelijkheden, dan zouden die best makkelijk te stimuleren zijn. En dat vind ik. Maar zit dat stimuleren dan? Dat je zegt van ja, in de regio zelf maakt men, ik zeg maar even, de verkeerde keuzes. Of zeg je vanuit Den Haag, laat ik het zo maar even noemen, worden die keuzes ook niet goed voorgelegd in? Ik vind echt dat er te obsessief nu al jaren, terwijl al duidelijk is dat misschien eigenlijk dat hele Mainport-beleid toch wel verouderd is. Ik bedoel, de Raad voor de Leefomgeving die heeft daar op een gegeven moment een heel kritisch rapport geschreven over het Mainport voorbij. En dat was een zeer goed onderbouwd, wetenschappelijk onderbouwd en uitgebreid toegelicht rapport over waarom het Mainport-beleid verouderd was en waarom er allerlei andere economische kansen liggen. Zowel in de Randstad als in andere delen van het land, die gestimuleerd moeten worden, juist om die welvaart te vergroten. Hè, juist om die arbeidsproductiviteit te vergroten en om de economie te laten innoveren. En dat soort kansen worden vanuit Den Haag niet belicht, omdat er toch, ja, het zal toch die verouderde systemen, die lobby's, die afhankelijkheidsrelaties en die, weet je, dat KLM Schiphol dat zo nauw verbonden is met Den Haag. Je ziet gewoon dat het moeilijk is om af te stappen van oude ideeën en van oude opvattingen. Of zit dat nog in dat citaat van Wagner? Dat idee van join the winners. Ja, dat zal ongetwijfeld. Ik moet het vaak aan Alex Ferguson denken, van de manager van Manchester United. Zeker. Zijn grote kracht was natuurlijk doorselecteren. Hè? Op het moment dat een speler te verzadigd was, dan stuurde hij hem eruit en dan maakte hij ruzie. En het is, weet je, aan de top blijven, het bekende ding, is makkelijker of moeilijker dan aan de top komen. En dat merk je nu bij Nederland. Het gaat economisch supergoed. En dat is ook soms kritiek op mijn werk. Van ja, het gaat toch heel goed met Nederland. En ja, het gaat ook heel goed, maar er zijn echt genoeg dingen die beter kunnen. Ja. Bovendien, het gaat nu goed, maar dat betekent niet dat het over 10 jaar nog goed gaat. Het is nu noodzakelijk om inderdaad af te stappen van die afhankelijkheid van die paar pijlers. Omdat je gewoon ziet dat er de economie is veranderd, de samenleving is veranderd, de wereld is veranderd, de regio is veranderd, steden zijn veranderd. Weet je, Amsterdam begint gewoon verzadigd te raken economisch. Er is weinig ruimte simpelweg voor vernieuwing. Er zijn te veel vastgeroeste systemen. En op een gegeven moment, soms moet je de boel gewoon flink opschudden om weer vooruit te komen. Maar jij zegt, ik denk dat we snel over eens zijn. Natuurlijk gaat het economisch goed, maar is de kern van je boek niet, het gaat, zeg maar, als je onderaan de streep gaat het economisch goed, maar dat komt ook omdat Nederland toch ook wat aan het kapseizen. Het gaat in sommige delen van Nederland wel heel erg goed en in andere delen van Nederland gaat het nog wel redelijk, maar als we niet oppassen, zakt dat steeds verder weg. Dat is absoluut en dat is het grote gevaar van, ik bedoel, vaak rekensommen worden, er wordt vaak over Nederland gesproken in gemiddeldes en totalen. En dan moet ik altijd denken aan het beroemde voorbeeld als Bill Gates in een tram stapt, dan is elke passagier gemiddeld miljonair. Dat zie je natuurlijk in Nederland, dat zie je overal in de wereld, dat die kloof tussen kansarm en kansrijk steeds groter wordt. En je ziet ook overal in de wereld dat er dat het een hele ruimtelijke beeld ook met zich meebrengt. En dat binnen steden heb je steeds meer kansrijke wijken en kansarme wijken. Binnen regio's heb je steeds meer kansrijke dorpen en steden en kansarme. En je hebt binnen een land, ik zie in Nederland ook heel sterk dat er een aantal plekken zijn waar je heel veel kansen, mogelijkheden, perspectief hebt, waar veel banen zijn, goede voorzieningen, waar sterke netwerken zijn, waar altijd alles meer wordt eigenlijk. En dan heb je delen in het land waar eigenlijk alles steeds minder wordt en waar werkgelegenheid wegtrekt, waar de hoogopgeleide mensen wegtrekken, waar voorzieningen verdwijnen, waar verbindingen en netwerken minder worden. En dat is echt wel, dat doet pijn, merk ik heel erg. Ja. Voor de kijkers, als u vragen heeft, kunt u die ook gerust aan ons meegeven. Ik vind het mooi om die zin toch een soort interactie te krijgen. Dat was anders gebeurd in een zaal, maar nu wat vanuit het thuisfront. Dus als u vragen heeft, geef gerust mee. En die komen dan wel bij ons op het scherm en dan kunnen we die zo stellen. Jij schrijft op de achterflap, dat zit wat in het verlengde van wat je net zei. Hoe willen we dat het land eruit ziet en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Dat zijn altijd van die achterflapteksten waarvan ik denk, zo'n vraag. Ja, het is een goede vraag, hè, in deze. Als je nou eens een begin van een antwoord geeft, dat zit voor een deel in je verhaal. Waar zou dan, zeg maar, die invloed moeten zitten?
Nou ja, wat ik zelf heel interessant vind in. Kijk, ik schrijf al nu bijna 10 jaar over dit onderwerp. Hè, en wat ik heel erg gemerkt heb, is dat zeg een jaar of 10 of 8 geleden dat er nog heel. Ja, toch wel heel sterk dat idee was. Ja, die steden hebben gewoon de toekomst en dat is een gegeven. En krimp is een gegeven. Ja, nou ja, het zij zo. Hè, ze zoeken het daar lekker zelf maar uit. Ja. En dat je steeds meer merkt dat op alle schaalniveaus, hè, dat er enorme bereidheid is om met elkaar in gesprek te gaan over dat verhaal. Ik had gisteren weer een bijeenkomst, dat was ook online uiteindelijk, natuurlijk een soort van expert meeting sessie ding. Mm-hmm. Met ambtenaren uit het hele land, georganiseerd door Binnenlandse Zaken. En de gemeente Amsterdam. En waar een heel mooie gesprekken op gang kwamen over. Weet je, dan zit je in van die breakout rooms. En zat ik bijvoorbeeld met een ambtenaar uit Dalfsen en eentje uit Amsterdam. En iemand van het ministerie van INM. En dan zat ik er nog bij. En dan merk je dat polderen, hoe diep dat zit. Ja. En hoe diep nu ook de wil is wel in Nederland. Om dus samen tot dat nieuwe verhaal te komen. En dat dus op een of andere manier iedereen roept al jaren. Dat merk je toch dat die roep naar Den Haag heel sterk wordt. Hè. Of het nou de vastgoedontwikkelaars of de gemeente zijn. Of de woningcorporatie. Er is een hele sterke roep nu wel, hè, naar Den Haag. Van neem nou weer regie. Hè. Kom weer met een visie. Kom weer met een verhaal. Maar in ons Nederlands poldermodel zit heel sterk die visie. Dat verhaal komt pas als er van onderop gepolderd is. Ja. En als onderop dat verhaal is ontstaan. En dat komt langzaam door naar boven. En het idee dat er nu in ieder geval al die zoveel partijen weer willen dat er een minister van ruimtelijke ordening in ieder geval weer komt. Hè. En toch dat er heel veel partijen nu wel zeggen, zelfs de VVD, die vrije marktwerking kent toch wel ergens zijn beperkingen. De overheid, zelfs Klaas Dijkhoff, die zegt dat de overheid toch wel een sterke overheid nodig is om de markt enigszins in toom te houden. Nou, dat geeft aan dat er wel echt een begin aan het komen is van het nieuwe verhaal. En ik weet je, we hebben nu natuurlijk die nieuwe omgevingswet, waarin juist lagere overheden heel bewust de verantwoordelijkheid krijgen. Hè, om geef je omgeving maar vorm, doe het maar. Ga maar op regionaal niveau het bedenken. Maar ik merk in alle gesprekken en in de. We zijn zo. Die planningstraditie met die sterke rol van de Rijksoverheid, daar zijn we zo. Die is hier zo ingebed en geworteld. We kijken nog te veel wat omhoog naar het Binnenhof. Ja? Ja, we willen toch inderdaad in die zin wel. En dat hoeft helemaal niet tot in detail. Hè, met die vorige nood als ruimtelijke ordening, waar tot op detailniveau werd uitgewerkt welke gemeente hoe en wat ging doen. Maar je merkt wel dat er behoefte is aan. Toch iemand die vertelt, we gaan die kant op en zo gaan we het economisch doen. En daar heeft die en die regio's een beetje die functie in. Of dat willen we stimuleren. En als je dan een verhaal hebt, om er toch maar weer in voetbaldingen te blijven. Johan Cruijff met zijn fluwele revolutie bij Ajax. Of hij het nou helemaal gelijk had, dat weet je niet. Maar zo'n stip aan de horizon waarin iedereen dan vervolgens daar zich toe kan verhouden en daarin kan werken. Ja, dat volgens mij is daar wel heel sterk behoefte aan. Nou, jij zegt dat verhaal ontstaat pas. Op het moment dat we volgens bekende Nederlandse traditie wat een beetje aan het polderen zijn, een beetje elkaar aan het opzoeken zijn, een beetje rafting op weg naar een soort kernverhaal. Ik vind dat dus heel fascinerend om te merken. Ik heb altijd op school en op de universiteit geleerd over het Nederlandse poldermodel. En ik zit nu al inderdaad zo'n paar jaar vaker bij dat soort bijeenkomsten. Ik vind het gewoon wel heel. Ik vind het echt mooi om te zien. Hoe groot de wil is van iedereen om dit samen op te lossen. En dat er vanuit Amsterdam dan ambtenaren. En er zijn ook echt ambtenaren in Amsterdam die het echt totale kul vinden. En die gewoon vinden Amsterdam is de motor van de Nederlandse economie. Dat moet het blijven. Dus alles op Amsterdam. Hè? Ik bedoel, er zijn er ook voldoende. Maar je merkt dat er ook overal inderdaad in het land heel veel begrip onderling begrip is. Maar dat iedereen wel echt ziet. Die kloof begint gewoon te groot te worden. En je ziet het ook in stemgedrag. Hè? Ik bedoel, die Brexit of de verkiezing van Trump of die opkomst van populistische partijen in Nederland. Het is gewoon, weet je, dat zijn vaak mensen die het gevoel hebben dat er geen aandacht is voor hun alledaagse problemen, voor dus hun dromen die verdwenen zijn, voor hun toekomstperspectieven die ze niet meer ervaren. En als een samenleving op een gegeven moment echt, wat je zegt, kantelt. En als je dus ziet al die protesten van al die verschillende kanten, het geeft aan dat er dat de boel ontwricht raakt. En wrijving, spanning. Je ziet in Amerika nu met die milities wat dat. Dat moet je voorkomen. Ja, we zullen Amerika nog even buiten beschouwing gaan. Ja. Zeker na gisteren. Het is leuk, er komen wat vragen binnen. Ik lees maar even voor. Iedereen snapt dat de regio de redding zal zijn van de vulkaan die Randstad heet. Dat is wel heel mooi. Denk aan huisvesting, onderwijs, industrie, milieu, migratie. Waarom heeft de politiek daar dan geen visie op? De regio als
redding van de Randstad-vulkaan. Waarom is daar geen visie op? Of is dat geen goede beeldspraak? Er is natuurlijk sowieso niet echt visie op het moment. Ik bedoel, Rutte is echt een zeer vakbekwame minister-president. Vandaag 10 jaar lang minister-president. Nou ja, en ik bedoel, ik weet dat hij wil. Ik ben absoluut geen VVD'er. En ik ben het ook echt absoluut lang niet eens, vaak eens met zijn beleid. Maar ik vind het een zeer, zeer bekwame, competente minister-president. Ja. Gewoon vakinhoudelijk gezien. Maar niet een man die houdt van visie. Ik bedoel, dat was de olifant die ons leven in de weg stond. Maar je ziet nu natuurlijk heel erg, dat was al voor die corona-uitbraak en dat zie je nu meer, dat er toch steeds meer mensen ervoor kiezen om die grote steden, zeker Amsterdam, te verlaten. Dat zie je ook in grote steden overal ter wereld, dat er toch weer iets, dat die hele piek, die hele hype van die trek naar de stad een beetje voorbij is. Simpelweg, inderdaad, omdat de prijzen te hoog zijn, omdat de drukte op een gegeven moment hinderlijk wordt. Maar trekken ze naar Almere of trekken ze naar Dwingelo? Ze trekken zowel naar Almere als naar Dwingelo. Dus je ziet dat Almere eigenlijk, dat is toch best wel, heeft een hele problematische fase doorgemaakt. Maakt natuurlijk, hè, waarin iedereen ook dacht dat gaat gewoon krimpen, dat wordt helemaal niks meer. Al die ambities die kunnen de prullenbak in. Maar je ziet dat nu inderdaad, dat dat mede geïnspireerd door Adrie Duivenstein, die al die gekke experimentele ideeën heeft bedacht met het Homeriskwartier en Oosterwold en de tiny houses en weet ik wat allemaal, dat Almere nu toch opkomt. Hè, dat ook voor Amsterdammers niet alleen maar lage inkomens en niet alleen lage middeninkomens, maar ook hoge middeninkomens, dat die toch voor Almere kiezen. Maar je ziet ook Deventer, Zutphen, Amersfoort was natuurlijk al langer. En inderdaad dorpjes. Je ziet dat echt herontdekt wordt. En ja, met die corona-uitbraak waarin mensen meer behoefte hebben, natuurlijk gewoon simpelweg aan ruimte en groen en dat soort dingen. Dat zie je dat nu sterker. En de vraag is of dat dan lange termijn effect is. Maar dat die stad op een gegeven moment, dat de prijs-kwaliteitsverhouding op een gegeven moment dusdanig negatief wordt dat mensen voor een andere woonplek kiezen, dat zie je echt. Maar leg ons dat eens uit. Je bent Amsterdammer. Een van onze dochters woont ook in Amsterdam. Nou, hartstikke leuk om even naartoe te gaan. Vervolgens, dan komt er corona. We werden hier helemaal overlopen. Op een gegeven moment ging ik de bosfietspaden ging ik mijden. Hè, want je had het idee dat de halve Randstad hier aan het fietsen was. Wat maakt nou dat mensen, zeg maar, wel of niet die stap maken dan om daar definitief richting Drenthe te gaan? Of gaat dat zo niet werken? Zijn mensen dan toch weer zo gehecht aan die economisch welvarende regio, die economisch welvarende stad? Nee, het is heel persoonlijk. Ik probeer er ook wel eens de vinger achter te krijgen. Want ik bedoel, ik woon in Amsterdam. Op het schoolplein, het is het gesprek van de dag. Hè? En dat is al langer zo. Hè? Want ik bedoel, als je ervoor kiest om in een stad te wonen, dan loopt kies iedereen je voor te mopperen en te doen. Nou ja, dat zie je dus. Je ziet dus heel erg. Kijk, ik ben opgegroeid in het Amsterdam van de jaren 80, toen eigenlijk niemand daar wilde wonen. Nee. Het was een vieze oude rotstad. En mijn ouders waren van die intellectuelen die dachten, we doen het gewoon wel. Maar ja, die hadden ook, als ze geen huis hadden kunnen vinden, net zo goed toch ergens anders kunnen. Dus ook dat is dus een toevalskwestie. Ja. Nou, toen kreeg je de jaren 90, toen ineens dat hele nieuwe elan in die stad kwam. En allemaal nieuwe gebieden die ontwikkeld werden. Creatievelingen die naar die stad kwamen. Je zag die hele internationalisering, wat toen echt iets leuks was. Hè. Ik bedoel, je zag dat hele die internationale stedelijke cultuur daar komen. Nou, toen kreeg je de jaren 2000 dat het eigenlijk explodeerde. En nu zie je ineens, maar je kon nog wel relatief, weet je, een middeninkomen kon nog wel gewoon een leuk huis krijgen. En nu zie je dat als je een middeninkomen hebt, ja, je krijgt gewoon niet meer iets fijns, weet je. En er is best lang gedacht, of in ieder geval gesuggereerd, dat mensen zo graag in de grote stad wilden wonen vanwege de inderdaad carrière mogelijkheden, de voorzieningen en weet ik wat allemaal, dat ze bereid waren om allemaal op 17 hoog in een flatje te gaan wonen. Dat is dus gewoon niet zo. Nee. Dat zit gewoon. En dan wordt er gezegd, ja, maar in Hongkong en Tokio doen ze dat al lang. En zijn het een grote stad en je moet mee willen spelen. Ja, ja. Het zit niet in de Nederlandse cultuur. Nederlanders willen niet op 17. Weet je, sommigen wel. Maar het gros van de Nederlanders wil niet op 17 hoog met een gezin wonen. Dan en nu zie je dus. Ja? Ja, dus nu zie je dat op een gegeven moment inderdaad. Nou ja, stel je hebt een middeninkomen, je kan alleen maar op 17 hoog zitten. Dan is er op een gegeven moment een heel grote groep die natuurlijk zegt, dat wil ik niet meer. Nee. Daar komt bij dat de afgelopen 10, 15 jaar inderdaad in allerlei steden ook allerlei nieuwe voorzieningen zijn. Er zijn mooie musea, theaters, bioscopen, bibliotheken, leuke winkels. Er zijn heel veel plekken in het land waar je heel veel dingen al kan krijgen die je 20 jaar geleden alleen in Amsterdam of Rotterdam of Utrecht of Den Haag kon krijgen. Maar daar komt het thuiswerken bij. Zwolle, Deventer, Arnhem, Nijmegen en dergelijke. Nou, even terug naar die probleemgebieden die je even beschrijft. Gaan die nou op termijn ook profiteren van dit soort stromen? Of zeg je van, nou, de trek vanuit een overvolle Randstad, mensen die zat van zijn om een miljoen te betalen voor een vierkamerflat, zeg maar. Ja.
Helpt dat nou de regio echt ook aan de randen van Nederland? Of krijgen we een soort tussengebied? Nou ja, dat is echt lastig. Je ziet natuurlijk dat mensen die geld hebben, die maken hele specifieke woonkeuzes. En die kiezen heel vaak nu, ik noem inderdaad Zutphen en Zutphen-Deventer. Dat zijn hele mooie, oude, historische stadjes. Hè. En je ziet ook de mooie dorpen, ja. De echt aantrekkelijke dorpen, dat daar mensen naartoe komen. En Emmen is natuurlijk gewoon een ander verhaal. Dat is een ingewikkelde stad, omdat het inderdaad maar zo'n heel klein historisch gedeelte heeft. Omdat het zo is uitgedijd. In die zin een heel eenzijdige bebouwing heeft. Hè. Ver weg ligt gewoon van de belangrijke economische netwerken. Ik bedoel, Zwolle is natuurlijk een heel sterk economisch netwerk. Ja. Ook echt gewoon qua reistijd ver weg van de Randstad. Omdat dat nog natuurlijk een belangrijke economische cluster is. Ver weg van Groningen. Toch ook een end van Assen. Aan de andere kant van de grens ligt ook niet heel veel economisch gezien waar je aan kan aanhaken. Dus dat is best wel. Daar moet je eigenlijk toch weer eigen economische dynamiek ook weer gaan creëren om mensen daar te willen laten wonen. En wat ik zelf het interessante vind aan dat hele de dierentuin en het plein en de tunnel en dat hele verhaal. Is dat. Kijk, ik ben één keer in Emma Wildlands geweest. Ik wist met name die maquette die ik gezien had en Wieber en Landman die daar zo enthousiast over vertelde. En hoewel ik het een mooie dierentuin vond, voldeed het niet aan de verwachtingen die bij mij gewekt waren. Maar dat plein, dat vond ik echt zo mooi en zo geslaagd en zo mooi nieuw levendig stadshart waarvan ik dacht, ja, maar dat is dus wel iets waarvan je kan denken. Dat zijn gewoon simpele details, misschien niet details, dat zijn simpele dingen die net het verschil kunnen maken of blijft iemand in Emmen wonen, verhuist iemand naar Emmen of niet. Want uiteindelijk wil iemand een fijne plek om te wonen. Dus het is denk ik, ja, zoeken toch naar die nieuwe. En daar speelt dus inderdaad Den Haag zou daar echt een rol in moeten spelen. Want even nieuwe mensen innovatie. Vraagt het ook, hè? Het Haagse speelt daar een rol in. Hebben die provincies daar ook nog een rol in? Oh, het is ook zo lastig, die provincies en die regio's. Zeg eens wat over die provincies. Ja, maar dan kom je weer met dat hele Huis van Thorbecke verhaal. Ja. En daar word ik soms zo moe Rijk, van. Omdat ik provincie, gemeente. Ja. En dat hele regioniveau, waarop alles zich afspeelt en waarop die hele nieuwe omgevingswet op is ingesteld. Hè? En al hoe lang we wel niet met die stadsregio's en die koropgebieden en alles en zo. We proberen al lang die regio's, maar zolang wij dus dat hele overheid, gewoon die indeling van die drie lagen niet willen veranderen en er geen bestuurskracht en besluitvorming ligt bij die regio's, is dat echt heel lastig. Ja, en die provincie die heeft ook nog een eigen politieke kleur, zeker, die dan weer afwijkt vaak van die gemeentes. Dus het is zo, ik bedoel, als je nu zou bedenken, als Thorbecke er nu zou zijn, zou die waarschijnlijk niet de provincies, maar regio's, weet ik niet hoor. Maar dus dat is, ik vind, gisteren ook weer in dat gesprek met al die verschillende kwam het weer op van ja, maar wie moet die besluit vormen? Dus je zal toch op een of andere manier, denk ik, die regio's toch meer slagkracht moeten geven. En hoe je dat precies doet, is echt volgens mij een van de grote vragen van dit moment. Want alles speelt zich. Ik was dinsdagavond nog bij, of maandagavond bij een vergadering van het Samenwerksverband Noord-Nederland. Daar zie je inderdaad al die, dat is Friesland, Groningen en Drenthe, dat wordt dan weer opgetrokken. Maar jij zegt, vanuit die eenheden van de provincies wordt het wel heel ingewikkeld. Want nu moeten drie provincies en dan ook nog wat grotere gemeentes bij, die moeten dan inzien te worden over die richting. Ja, ik hoor zelden positieve verhalen over de inbreng van de provincies. Ik hoor toch met name botsingen tussen gemeentes en provincies en tussen het Rijk en provincies. En ja, ergens krijg je toch heel sterk het gevoel van die provincies hebben ooit heel veel macht gekregen. En die vinden dus ook dat ze die macht moeten opeisen. Maar je zou misschien denken, die provincies zouden toch meer een faciliterende rol moeten gaan nemen in plaats van een. Dat valt in Drenthe redelijk mee. Ik merk wel dat we vinden het moeite om die provincies met die grotere gemeenten aan elkaar te koppelen. Met een verhaal zoals jij nu neerzet. Hè, van zeg maar echt de grote en dan de gezamenlijke blik vooruit. Hè, dat niet Friesland dat verhaal zet, Groningen dat verhaal, dat Drenthe verhaal. Want volgens mij kunnen we ons dat niet eens permitteren. Om het op die manier te. Nee, en dat zie je ook. En dat is natuurlijk heel sterk, dat hele neoliberale denken van de afgelopen 30, 40 jaar. Dat gewoon heel gericht is geweest op het recht van de sterkste. Iedereen in zijn eigen kracht en iedereen vechten voor zijn eigen toekomst. Ja. En dat zag je natuurlijk ook met het begin van die coronacrisis. Met al die IC-patiënten waarvan je dacht, maar die ziekenhuizen werken toch vast wel samen met elkaar. Maar dat als je op geen tegen die ziekenhuizen zegt, je moet altijd met elkaar concurreren, want dat is de markt. En dan zeg je ineens van, ja, nu moet je gaan samenwerken. Dat is best lastig. Ja, en dat zie je ook op de. Ontluisterend, ja. En dat is de vergelijking met de provincies die dan. Ja, als iedereen de hele tijd wordt gezegd van, ja, iedereen moet zijn eigen kracht ontdekken en je moet dat ontwikkelen en je moet jezelf onderscheiden van de rest, dan is het best ingewikkeld als je vervolgens zegt, ja, maar nu moet je wel gaan samenwerken. Dus dat is ook misschien het voorbeeld voor. Een brede selectie is goed, maar je moet wel, ja, wie heeft welke positie? Dat is heel belangrijk.
Wij gaan zo naar de eerste stelling. Ik zou eerst deze vraag sluiten wel mooi op aan van een van de kijkers. Ik heb wel de luisteraars, maar het zijn kijkers. Eén oplossing voor het doorvoeren waardoor de kloof... Nee, als je één oplossing zou mogen doorvoeren waardoor de kloof tussen kansarm en kansrijk kleiner wordt, welke oplossing kies je dan? Dat is wel een beetje pistool op de borst vragen. Ja, dat, wel. Hè? Nou ja, dan zou je dat. Ik zou denk ik misschien beginnen met inkomensverschillen daar iets aan doen. Maar dat is niet mijn echt onderwerp. Inkomenspolitiek, ja. Ja, dus daar ga ik gelukkig niet over. Maar wat ik heel belangrijk vind, wat ook in mijn boek heel nadrukkelijk naar voren komt, is betere verbindingen binnen Nederland. Betere infrastructurele verbindingen. Dus betere spoorverbindingen tussen de Randstad en andere delen van het land. En ook tussen eventueel andere delen van het land onderling. Daar zijn we zijn echt enorm stil komen te staan op het gebied van treinverbindingen. Maar is dan zo'n Zuiderzeelijn, is dat de panacee voor heel veel kwaad? Zeg maar even Heerenveen, Drachten, Groningen, dat we dan een half uur sneller in Den Haag zijn? Ja, ik weet, kijk, daar is enorm veel discussie over. Ja, en je hebt natuurlijk ook de bekende deskundigen. Mijn gevoel is altijd gewoon doen. Ik bedoel, er zijn ook allerlei redenen om het niet te doen. En er zijn ook veel mensen die tegen miljard, mij... Ja, bijvoorbeeld het geld, maar ook het verhaal dat soort verbindingen vaak een ongewenst effect, namelijk dat de mensen juist dus wegtrekken, omdat die verbinding er ineens ligt. Dus dat is ook. Dus daar moet je heel goed over nadenken. Maar misschien begint het met op een gegeven moment dat een kabinet gaat zeggen, wij gaan dus weer gewoon een bak met geld vrijmaken, zoals in de jaren 90 met die vierde nota is gedaan. Een bak met geld voor belangrijke infrastructurele verbindingen. En daar moet je internetverbindingen ook onder scharen. Zeker. Want dat is heel, heel belangrijk. Ja, ja, ja. Wordt te vaak over gesproken, maar dat is nu echt heel cruciaal. En dat er dan, ik zal niet zeggen dat ik dan weet wat het meest verstandig is, maar dat je dan gaat kijken, wat zijn nou de belangrijke verbindingen die en die verschillende delen van het land ten goede komen en het geheel ten goede komen. Okay. Zoals mijn stelling. Kijk, die wordt al aardig ingevuld. De kansenongelijkheid is niet op te lossen, zolang er geen eenduidige visie is op hoe we willen dat het land eruit ziet. Er hebben al mensen al wat ingevuld. Zullen we hem even vrijgeven? Ik ben wel even benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Dus de kansenongelijkheid is niet op te lossen, zolang er geen eenduidige visie is op hoe we willen dat het land eruit ziet. U kunt vanuit uw huiskamer of waar dan ook, kunt u eens wat meegeven. Wil je nog wat water? Ja, lekker. Een beetje Adriaan van Dis vragen. Yes, dankjewel. Nou. Je ziet mensen hier echt heel... Het er niet over eens. Het vliegt alle kanten op, ja, ja, ja. Eens, niet eens. Kijk. In Drenthe zijn bedachtzame mensen die denken na, veranderen ook nog wel eens wat van mening. Trouwens, niet alleen Drenthe hebben we gezien in het begin. Jammer dat we ze niet kunnen vragen. Hè? Wat ze ja, dat is mooi in de zaal in Westerbork. Dat gaat net even wat makkelijker, maar zo redden we het niet. Kijk, kijk, kijk. Nou, zet hem even vast. We hebben een bepaald beeld. Als je hier naar kijkt, Floor, wat... Nou ja, dat eens dus toch wel. Dat kennelijk die behoefte aan visie, dat toch... En de vorm is, de vraag is, wat is een visie? Hè? Ik bedoel, ja. Mark Rutte die had het over, dat is een bloedhekel, had dan een visie, want het was een blauwdruk voor de toekomst. Nou, ik zie dat helemaal niet als een visie. Ik zie een visie als een collectieve ambitie, hè, waar je met z'n allen naartoe kan werken en waarin iedereen het gevoel heeft, ik kan daar een steentje aan bijdragen. Ik weet wat we met z'n allen willen. En natuurlijk is daar altijd dan, weet je, de een wil een beetje zo, de ander wil een beetje zo, en hoe gaan we het doen en dat soort dingen. Maar toch een idee over... Nou ja, die vierde nota, ruimtelijke ordening bijvoorbeeld, het is toch het idee over, er komt een nieuwe economie aan, er komt een verstedelijkingsgolf aan, er komt heel verdergaande globalisering en grenzen die verdwijnen binnen Europa. Dat zijn allemaal gegevens. Hoe gaan wij dan Nederland zo inrichten dat het en internationaal concurrerend wordt,
En dat we dat zo zorgen dat mensen daar een plek in kunnen hebben. En dat heeft goede effecten gehad, heeft ook dus bepaalde keerzijdes gehad. Maar toch het idee dat er een duidelijk beeld was voor Nederland destijds in 2015. Dat was het eindpunt van dat verhaal. Het beeld over hoe gaan we met z'n allen werken aan een beter, sterker en toekomstbestendig Nederland. Ja. Dat ik denk. We komen zo ook even op de tweede stelling uit. Maar even, als je alleen al kijkt naar dit verdeelde beeld. Ik ben het met je eens. Ik kan me voorstellen dat het type vraag is. En ik denk dat het helpt als je zo'n richtpunt hebt. Ook gemeentes maken dat wel. Van, het zou mooi zijn als wij over 10 jaar daar staan. En dan moeten we dit en dit voor doen. Maar even terug naar het eerste deel van ons gesprek. Jij geeft tegelijkertijd aan. Even, het is niet alleen die premier zonder visie. Ik denk dat hij juist. Misschien gaat Nederland zelfs ten onder aan een veelheid aan visie. Wordt het niet een soort, hoe zeg je dat nou, een mondkapjesdiscussie in het kwadraat, zeg maar. Waar iedereen wel opvatting over heeft. En vervolgens belaveren we net zo lang tot er, nou, dan komt er weer iets tussendoor. Van, nou ja, daar wel een mondkapje en daar niet. Ik zit niet te wachten op een mondkapjesvisie. Maar in Nederland hebben we ook wel heel veel. Het zijn die overheidslagen, het zijn die experts. Het is de politiek, het is coalitie, oppositie. Ja. Komen we überhaupt wel. Dit is natuurlijk een extreme tijd van verdeeldheid. Als je kijkt naar die versnipperde Tweede Kamer. Ja. Of naar de versnipperde gemeenteraten overal in het land. De versnipperde provinciale staat. We zijn in een enorm verdeelde tijd. En ja, ik bedoel, je ziet hoe gepolariseerd alles is. Ja. En hoe iedereen in zijn eigen bubbel maar zit. Maakt dat niet lastig om tot het maakt het heel lastig. En ik denk ook dat we nu in een hele roerige periode zitten. Waarin het ook heel lastig is. En daarom vind ik ook het vakmanschap van Rutte. Ik vind het heel knap. Ik bedoel, hij wordt dus kennelijk de hele tijd gekozen omdat we in een hele tijd leven waarin pragmatisme gewoon de beste oplossing is. Hè? Ja. Want ik bedoel, je kan wel heel visionair één kant op gaan, maar je weet dat er dusdanig veel mensen het niet mee eens zijn en dat dus inderdaad niet zoveel zin heeft. Maar je ziet ook hoe heftig deze periode is, hè? En hoe onzeker het voelt. En er zijn ook de afgelopen met die enorme technologische veranderingen en met die enorme verstedelijking en ineens die hele marktwerking. En er is zoveel veranderd en er is zoveel dat angstig heeft gemaakt. Hè? Ook, ik bedoel, die technologische dingen, dat moet je niet onderschatten, want een enorme impact dat heeft gehad op alles eigenlijk. En op onzekerheid en die automatisering erbij. Maar dus dat zeg je, in een klein land met verre uithoeken, een mooie titel van je boek, hebben we behoefte wel aan een wat meer overkoepelende toekomstvisie. En tegelijkertijd zien we zoveel polarisatie in discussie dat het heel lastig is om bij die discussie. Maar ik denk eigenlijk, en ik bedoel, ik ben geen waarzegger, ik heb wel heel sterk het gevoel dat we daartoe aan het werken zijn, dat er weer iets meer een moment komt dat de neuzen weer dezelfde kant op gaan staan. Als je kijkt inderdaad dat VVD, CDA, PvdA en D66, dat de grote partijen het allemaal eens zijn over inderdaad dat er iets meer regie vanuit de overheid moet komen. Dat er duidelijk weer een beeld is, er moet weer toch weer een ruimtelijke ordening minister gaan komen. Hè, en dat de marktwerking toch wel zijn grenzen heeft bereikt. Hè. Ik bedoel, dat is iets waar we 10 jaar geleden totaal verdeeld over waren. Ja. En dus je ziet weer dat het er weer een beetje gaat. Ja, en dan zal je op een gegeven moment, en dat zijn ook golfbewegingen, dan kom je weer bij elkaar en dan zal dat vanzelf weer leiden totdat er iedereen heeft daar weer verschillende meningen over. Okay. Even, deze hoort erbij, hè? Die tweede stelling. Don't pick the winners, back the losers. Dat is de oplossing van het probleem van kansongelijkheid. Daar zie je veel mensen wel mee eens. Kijk jij er tegen deze uitslag? Ja, interessant. Want de grote vraag is natuurlijk, wat zijn de winnaars van nu? Hè? En dat is denk ik een van de grote blinde vlekken waar we nu aan moeten gaan werken. En die het ook heel spannend en interessant maakt. Want Schiphol en Rotterdam, we weten inmiddels de functie van die mainports voor Nederland. En we weten dat er in de Brainport-regio valt nog heel veel te behalen, denk ik. Daar zit nog heel veel. Maar er zijn denk ik ook heel veel sectoren en regio's en ondernemingen en nieuwe pijlers eigenlijk. Of misschien moet je niet meer denken in van die grote pijlers, maar moet je juist, weet je, de Brainport-regio is een succes geworden vanwege dat enorme netwerk, die netwerkeconomie die ze daar zo slim hebben met vele dragers eigenlijk. Dat je Nederland veel meer moet gaan zien als echt weer zo'n netwerkeconomie van kijken waar de innovatie en de dynamiek en de... Maar wat betekent dat voor back to losers? Oh, back the losers. Oh, nee, ik had al anders. Want kijk. Dat is zeker. Ja, dat, kijk, en dat is een combinatie voor me. Ik zie het ook. De losers van nu kunnen ook weer de winners van over 10, 20 jaar zijn. Hè? Dus ik denk juist dat je moet niet weer terug
30, 40, 50 jaar in de tijd qua beleid. En je moet weer niet weer de dingen gaan doen die we in de jaren 50, 60, 70 hebben gedaan. Je moet nu kijken naar deze tijd en de huidige situatie en de huidige ideeën ook daarover. En dan denk ik dat als je bijvoorbeeld innovatiesubsidies of ander type subsidies en budgetten veel meer steekt in het ontwikkelen van economische mogelijkheden in die nu kansarme delen van het land, hè? Ja. Dat je juist gaat kijken, wat zit er nou in Emmen voor economische mogelijkheden die met de juiste stimulans, en dat hoeft niet meteen 60 miljard te zijn, nee, maar gewoon met de juiste stimulans, gericht beleid, hoe kan je dat nou zich optimaal laten ontwikkelen? En dan zijn er zoveel, er zit zoveel ondernemerschap en innovatie en dynamiek op zoveel plekken in het land die onbenut blijft. Mm-hmm. En volgens mij, als je in die zin kijkt naar de losers, daar zit vaak toch wel veel mogelijkheden. Ga daar nou kijken. Wat zijn de obstakels? Wat zijn de belemmeringen? Waar is geld bij nodig? Waar zijn andere maatregelen of ingrepen nodig? Ja, dan denk ik dat inderdaad. Dan kan je denk ik back the losers en pick the winners. Ik kan je het eigenlijk misschien wel deels combineren. Niet helemaal natuurlijk, want je hebt gebieden waar het gewoon lastig zal zijn, waar je misschien krimp moet accepteren. Maar dan moet je geld besteden, investeren. In die krimpopgave, zorgen dat het leefbaar blijft voor de mensen die er nog wel zijn. Mm-hmm. Voorzieningenniveau op peil houden. Maar ik denk dat je grotendeels, je hoeft niet die kansarme delen te zien als een bodemloze put waar je geld in moet blijven stoppen en dan hopen dat het nog wat wordt. En zijn dan zeg maar andere waarden als rust, ruimte, woonkwaliteit, helpen die dan ook bij? Want je zegt, je moet gericht investeren, maar daarnaast ook dat nog? Ja, dat zijn uiteindelijk natuurlijk woonkeuzes die mensen zelf maken. Ik weet, uiteindelijk bepalen mensen toch grotendeels ook zelf wat ze doen. En je ziet nu dat hele verhaal van die brede welvaart, dat steeds nadrukkelijker naar voren komt. En waarin Amsterdam juist super slecht scoort. Mm-hmm. En andere plekken in het land, zoals Friesland of Drenthe of Groningen, heel goed, omdat daar inderdaad gewoon een prettige plek om te wonen met ruimte en schone lucht en dat soort dingen. Ja. Dus dat zal zeker een rol gaan spelen. Okay. En je moet denk ik af van het obsessieve idee dat iedereen op een kluitje moet wonen. Ja. Want het gaat niet de oplossing zijn. De stelling achter is even, voorzitter jongens, over de herwaardering van het platteland. Ga even kijken. Klik hem even door. Ik sluit even aan bij jouw zin. Ik maak het de organisatie heel moeilijk. Er is een herwaardering van het platteland aanstaande. We laten zo even de mensen doen. Dus ik maak het toch maar even wat scherper in termen van stad-platteland. Even een tussenvraagje. Als je nou kijkt naar we zitten op dit moment midden in de zwaarste pandemie die deze generatie ooit heeft meegemaakt. Gaat dat wat betekenen voor datgene wat jij nu betoogt? Ja, en je weet nooit hoe lang dat duurt, hè, zo'n effect. Ik sprak in april, denk ik, dat het was. Ja? Maar april, volgens mij, sprak ik voor een interview in de Groen Amsterdam, sprak ik Floris Alkema, de Rijksbouwmeester. Ja? Die zat toen in zijn dorp, hij woont in Brabant en dat was heel zwaar getroffen. Zijn dorp ook toen door de corona. Maar hij zei toen, en dat is een hele wijze man, dus ik geloof hem vaak. Hij zei toen, als dit na een half jaar voorbij is, dan schieten mensen heel snel terug. Maar als het een jaar of anderhalf jaar duurt, dan blijft er wel echt iets hangen van die effecten. De lengte van zoiets gaat ertoe doen. Ja, dus op een gegeven moment, als het echt in je gedrag inslijt, dan... ik denk dat dit wel iets kan versnellen van wat al gaande was. En het is niet voor niks dat Rem Koolhaas, waar je het ook mee eens kan zijn of niet, maar laten we wel wezen, het is toch vaak een visionair geweest. En er is een reden dat hij nu een grote tentoonstelling in het Guggenheim heeft en een groot onderzoek heeft naar de herwaardering van het platteland. En dat hij bij Buitenhof zei, je bent eigenlijk een loser als je nu in de grote stad woont, want waarom zou je? En dat gaat heel simpelweg natuurlijk ook omdat, weet je, toen al die mensen, die studenten en twintigers in de jaren 70, 80 en 90 ineens in die steden bleven hangen, was omdat daar ruimte was. Hè? En dat sprak tot de verbeelding. En je kon er initiatieven, je kon er dingen ontplooien. Je kon er in een kraakpand kon je zelf computers gaan bouwen en een uitgeverijtje beginnen. En je kon er dancefeesten houden. En je kon er helemaal een eigen wereld, een nieuwe culturen ontdekken en ontginnen. En die ruimte is er gewoon simpelweg nu niet in de stad. En er zijn altijd mensen die behoefte hebben, de voorlopers, de pioniers, de creatievelingen, de Rem Koolhaasen, maar dan van deze generatie, die op zoek zijn naar ruimte
om echt te vernieuwen, om nieuwe experimenten toe te passen, om gewoon hun eigen ding te doen. Als dat niet meer kan, simpelweg in een grote stad, in Amsterdam bijvoorbeeld, dan zul je vanzelf zien dat soort pioniers al naar buiten trekken, of ergens daar überhaupt niet in Amsterdam misschien aankomen. En dan zal je vanzelf ook zien dat bepaalde innovatieve ontwikkelingen dus niet in die stad gaan plaatsvinden, maar elders. Ja. En dat in combinatie met dat mensen in deze tijd, maar sowieso misschien gewoon behoefte hebben aan iets meer ruimte dan je in New York of Amsterdam of Parijs of Londen kan krijgen. Ja, dan zal je vanzelf zien dat er iets weer, ik weet niet of die grote steden zullen gaan krimpen, maar dat in ieder geval die groei zal afvlakken en dat inderdaad dat platteland. Zullen we eens kijken wat de kijkers daarvan vonden? Ja, driekwart. We hebben veel mensen hier uit de buurt die kijken, zeg maar. Ja. En hier zegt driekwart, nou ja, precies wat jij zegt van die herwaardering kan gaan ontstaan. Ja, ja, en dan is ook, want dat vond ik ook die sessie waar ik dus ook met een ambtenaar uit Dalfsen zat, die vervolgens zei van ja, wij weten helemaal niet of we daar zo blij mee zijn. Want je ziet nu al verdringing op de woningmarkt. Ik zit dan gemoppen hier in de zomer van hallo, ik wil een beetje rustig in het bos lopen. Je moet daar goed over nadenken, over wat wil je daar als gemeente mee? Wil je dat faciliteren? In Dalfsen waren ze nu al heel erg bewust bezig met wel zorgen dat die mensen uit Dalfsen in ieder geval daar ook nog konden blijven wonen. Ja, dat die jongeren uit Dalfsen tenminste ook nog een plekje hadden. Dus die waren al nu met grondbeleid bezig, actief met eventueel voorkeurs. Een beetje eigen volk eerst. In ieder geval speculatie tegen te gaan en dat soort dingen. Dat was wel heel interessant. Maar ik denk dat gaat ik weet niet of het gaat. Ja, herwaardering van het platteland sowieso, dat zie je wel echt. Dat zie je nu al gebeuren. Ja, zeker wel. In Zwolle was ik heb een tijdje in Zwolle gewoond en er was een carnavalsorkest. En ik zeg het wel eens vaak, dat heette Tis Niks en Het Wordt Niks. dat was voor het carnavalsorkest een hele goede benaming. Dat gevoel had ik ook wel. Maar dat Tis Niks en Het Wordt Niks, hè, ook in dit type ontwikkelingen. Ik ben groot geworden in Den Haag, ben naar Noordoost-Nederland gegaan. Nou, met heel veel plezier. Maar dat vind ik nog steeds een van de lastigste dingen om mee te maken. Dat geloof in eigen kracht. Hè. Neem even een herwaardering van het platteland. Als mensen daar kansen en mogelijkheden zien. Dat we hier toch ook wel weer een soort cultuur hebben van, nou ja, dat zal wel. Maar nou ja, als we bezig zijn met ontwikkeling in Emmen, heb je het over. Van natuurlijk, daar zitten 7000 bedrijven, daar geloven we in. Maar goed, daar komen we ook wel mensen. Nou ja, moet dat nou wel zo'n groot bedrijf hier naartoe en der. Is dat haast een beetje dat, jij bent planoloog, maar ook dat psychologische nadeel. Hoort dat ook bij jouw boek over de verre uithoeken? Dat zie je. Wat ik heel interessant vond is dat, en dat is waarschijnlijk ook iets wat er zijn ook wel mensen die tegen mij hebben gezegd, ja, dat je schrijft het boek toch wel ook met een Amsterdamse blik ergens en zo, en dat je verbaasd vanuit Amsterdam bent in hoe het in de rest van het land is. En dat is waarschijnlijk ook, weet je, ik ben opgegroeid in een grote stad waar mensen toch altijd met enige ambitie en flair hun dingetje aan het doen zijn. En ik vind dat ook vanzelfsprekend ergens. En ik vond het heel interessant toen ik in Arnhem was ook, gaat een hoofdstuk over Arnhem. Ja. En heel interessant, Arnhem en Nijmegen liggen tegen elkaar aan natuurlijk. Hè. Heel kansrijk als economisch ook. Zeker als ze samen gaan. Als ze samen gaan, hebben ze eigenlijk alles wat je kan hebben als grote stad. En daar was Jaap Modder, die meer randstedelijke gevoel heeft. Die was daar directeur-voorzitter van de stadsregio. En die was op een gegeven moment, die stoorde zich zo ontzettend aan het gebrek aan ambitie van die twee steden en de onwil om samen te werken, om samen verder te komen. Die vertelde ook dat hij op een gegeven moment met een delegatie vanuit Arnhem-Nijmegen zat in het vliegtuig. En toen had hij de mensen een enquête laten invullen van hoe vinden jullie dat gaat in de regio. Nou, daar was geloof ik een 7,2 uitgekomen. En toen had hij gezegd, nou en zo, en nu dan, hè? En die mensen hadden gezegd, nou, top, 7,2. En hij had alleen maar gedacht, 7,2, dan ga je toch aan de slag. Dat kan toch beter? En ik zat ook daar lokale architect, creatieveling Edwin Verdurmen. En daar zat ik mee op het terras. En die was ook gewoon heel tevreden en gemoedelijk. Het is gewoon een fijne stad. En ja, iets meer reuring zou misschien kunnen. Maar heel veel meer hoeft het ook niet te worden. Terwijl ik met mijn Amsterdamse blik daar dacht van, het is zo mooi. En musea en dingen en de natuur. En je kan dit en dat. En dat zit natuurlijk ook, dat is dus ook de reden dat uiteindelijk die grote steden altijd weer mensen zullen aantrekken met ambitie en dromen en flair en een bepaalde arrogantie. Hè. Ja. En dat is ook goed en dat hoort ook. Maar wat met name nu denk ik belangrijk is dat je die plekken die wel meer willen dan ze nu kunnen, omdat ze in omstandigheden terecht zijn gekomen waarin ze zeer beperkt zijn, dat je in ieder geval daar waarin ze door omstandigheden beperkt worden, waar je wel iets aan kan doen, dat je daarin faciliteert. Ja, ja. En ja, die cultuur, ik denk dat dat onvermijdelijk is toch. Dat je misschien ook denkt, Emmen op eigen kracht was nooit
de grote stad geworden die het nu is, de middelgrote stad die het nu is. Dat zit misschien ook, dat is misschien te kunstmatig opgepompt in zekere zin. En dat, ja, hoe krijg je dan zo'n cultuurverandering, dat de mensen zich ook echt een stedeling voelen? Dat is denk ik best lastig. Ja, dat denk ik ook. Van Emmen First, dat zal niet het eerste slogan zijn. Hi, Emmen. Nee. Drenthe First niet. En, in deze dan, We gaan wat toe naar een naar zo gaandeweg een wat afronding. We pikken nog eens even een kijkersvraag mee. Wanneer is, denk ik, geografische ongelijkheid een beleidskeuze? Hoe ver reikt onze lokale beïnvloeding dan? Even kijken, geografische ongelijkheid beleids. Dus in hoeverre kun je dat lokaal beïnvloeden? Of zijn het ook wel ontwikkelingen die... Nou ja, je ziet wel, hè, dat het in de ene gemeente gaat het beter dan in de andere gemeente. En ook met Emmen zou je... Ik heb me ook wel vaak verbaasd en dat het toch wel heel knap is. Bijvoorbeeld dat het in Emmen men het voor elkaar heeft gekregen om zo'n megaproject van de grond te krijgen. Daar moet je toch mensen bij hebben die dat maar voor elkaar. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar. Dat is heel veel scepsis, want dat hoort een beetje, nou, dat weet ik niet hoor. Zo'n plein, Je ziet het als er, je denkt toch dat als er andere mensen op dat moment hadden gezeten, dan was het misschien helemaal niet gebeurd. En los van de vraag of dat goed of slecht was geweest, zie je toch dat je op lokaal niveau dus toch heel erg invloed kan hebben in de beleidskeuzes. En er is ook wel ook veel onderzoek geweest, ook onder andere van het Planbureau van de Leefomgeving, waaruit blijkt dat beleidskeuzes op gemeentelijk niveau echt doorslaggevende invloed kan hebben of op de ontwikkeling van een stad of gemeente. Gemeenten kunnen wel het verschil maken, zeg kunnen even. Absoluut. En natuurlijk, je bent speelbal van ontwikkelingen, deels, maar daarin kan je wel verstandige of onverstandige keuzes maken. En dat kan echt verschil maken. Oké. We pikken nog wat kijkersvragen mee. Heeft dat gebrek aan visie te maken met het feit dat de leden der Tweede Kamer vooral uit het westen komen wonen? Of wonen ze in de welvarende regio als Brabant, maar niet het noorden of Zeeland? We hadden het over het gebrek aan visie. Het duurt even en een van de kijkers zegt, nou ja, dat is nogal logisch, want dat spul woont allemaal in het westen. Ja, en dat is natuurlijk veel gehoorde kritiek, en dat is ook ten dele natuurlijk wel waar, hè? Hoewel het viel ook wel weer mee. Nou, ik geloof dat nu iets van 98 van de 150 Kamerleden komen uit de Randstad of nabij omgeving, geloof ik. Maar we hebben weinig noordelijke Kamerleden. Wat een van de dingen die mij heel erg verbaasde toen ik voor dit boek op pad was, is dat er inderdaad in de Tweede Kamer zo ontzettend weinig kennis over en aandacht is voor de problemen die dus inderdaad in de regio spelen. Ik denk, nou, als je het allemaal weet en vervolgens besluit je, nou ja, maar we maken toch andere keuzes. Nou ja, prima. Ja. Maar het feit dat mensen niet weten wat er speelt, dat vind ik eigenlijk best schokkend. Ja. En dat heeft natuurlijk absoluut te maken met... Kreeg je die reactie ook wel eens op het boek van, goh, ik heb nooit zo geweten dat... Nou, ik merk wel dat er ook inderdaad politici zijn die het interessant vinden, zeker. Ja, en ze hebben het zo druk. Ja. En zeker, het wordt steeds drukker met al die, weet je, steeds meer vergaderingen en moties en amendementen. En weet ik wat allemaal er ook nog is, die versplinterde Kamer, waardoor elke partij... Ja. Dus het is gewoon ook, ik snap ook dat het lastig is voor een Kamerlid om het allemaal te weten. En daarom is het wel mooi dat men wel open staat voor externe kennis zoals zo'n boek. Oké, en lokale beïnvloeding doet ertoe met Kamerleden. Die is in ieder geval dit soort boeken lezen. Hè? Dat helpt ook al. Zit de sleutel voor verkleining van de kloof in de potentie van regio-specifiek beleid wat bottom-up tot stand komt en door provincie en rijk wordt gestimuleerd? Dus gaat het om regio-specifiek beleid wat bottom-up tot stand komt? Ja, nou, ik denk dat wel. Ik denk dat sowieso bottom-up, weet je, of noem het bottom-up of noem het gewoon met elkaar ondernemerschap met elkaar, weet je. Dus Nederland is een heel ondernemend land geworden, echt, hè, de afgelopen 30 jaar. Dat is heel bijzonder natuurlijk ergens wel, gedwongen door inderdaad beleid ook. Ja, er zit van heel veel ideeën, visie, ook kapitaal, hè, toch nog op veel plekken in het land. Ja. Als je dat inderdaad op een goede manier weet te verbinden en inderdaad daarnaast stimulans van de overheidslagen die daar nog een zetje kunnen geven, denk ik dat dat inderdaad een goede vorm is. Dus de top-down, dat gaat niet meer werken. Nee, inderdaad gericht stimuleren. De nationale omgevingsvisie, dat is dan toch wel weer wat... Ja, ik vind dat het is met hele goede bedoelingen in elkaar gezet. Maar ik ben toch bang dat het... Ik weet het niet. Het zou mooi zijn als het wel gaat werken zoals het bedoeld is. Het is echt bedoeld inderdaad om de gemeenschappen en de regio's en de lokale overheden echt weer macht en regie te geven. Het zou heel mooi zijn als het zo gaat werken. Ik ben heel benieuwd. Maar ik merk toch ook wel bij veel mensen dat ze niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Nee. Omdat er toch niet een richting is. Nee. En je ziet het ook weer terug bij die regionale energieplannen. Ik las bij 4 van die 30 plannen die komen, zijn bewoners vanaf het begin af aan
betrokken. Doen we ook weer als overheden, zetten we toch weer een soort stolpje over een regio heen. Van nou, zo gaan we het doen met energiebeleid. Ja. Dat vinden we moeilijk, hè? We vinden het heel moeilijk. We vinden het leuk als de moestuin is. Ja. Maar als het echt om serieus samenwerken over grote dingen, dat het is ook lastig. Ja, het is ook echt lastig. Ja, zeker wel. We zitten hier in de Nieuwe Kolk. Hiernaast zit een van de, of in het pand zit een van de mooiste bibliotheken van Nederland. Dit is mogelijk gemaakt door Biblionet Nederland. En een van de vragen is: wat ziet u als de rol van de openbare bibliotheek voor kansengelijkheid in de regio's Drenthe? Ja, de bibliotheek is zo belangrijk. Kennis is zo belangrijk. Dat is niet omdat ze deze avond georganiseerd hebben. Nee, toch? Dat is gewoon sowieso. Ik bedoel, kennis is macht. Dat is niet voor niks dat als je nooit een boek hebt gezien of een boek hebt gelezen, hoe kan je dan je weg vinden in de grote wereld? En het is zo erg dat zoveel bibliotheken de afgelopen jaren hun deuren hebben moeten sluiten. En dat er zo weinig aandacht naartoe gaat. Omdat je zal maar weinig geld en in een omgeving opgroeien waar geen boeken zijn of wat dan ook. Dan is het altijd de plek waar je terecht kan om kennis op te doen, om je wereld te vergroten, om nieuwe dromen, om ambities te vinden voor jezelf. En het is inderdaad echt een ontmoetingsplek ook. Hè? Ik bedoel, dat is zo belangrijk dat verschillende groepen elkaar tegen kunnen komen. We leven zo in die bubbels allemaal. En met Google Maps, je verdwaalt ook nooit meer. Je komt nooit meer in een buurt terecht waar je niet wilde wezen. En je komt nooit meer in een café terecht waar je niet wilde wezen. En woonwijken zijn veel gesegregeerder geworden. Je hebt de kansarme wijken en de kansrijke wijken. En ja, het zou natuurlijk prachtig zijn als een bibliotheek toch echt die ontmoetingsplaats kan zijn. En net een huiskamer van een gemeente kan zijn. En ik ben... Volgens mij zijn er weinig dingen zo belangrijk in een gemeenschap als een bibliotheek. Ja, slang bijt zich wat in de staart. Want juist in Noordoost-Nederland hebben heel veel gemeentes moeite om de thuis aan elkaar te knopen. En een van de bezuinigingsposten is onder andere de bibliotheek. Ja, dat vind ik dan ook zo erg. Dat we zo'n rijk land zijn. En dat we zoveel gemeentes die echt worstelen om inderdaad het hoofd boven water te houden. Nu zeker met die corona, die extra kosten die dat met zich meebrengt. En dat je dan hoort dat sportverenigingen en speeltuinen en bibliotheken en muziekscholen. Dingen die inderdaad essentieel zijn voor voor een samenleving waarin mensen zichzelf kunnen ontplooien en ontwikkelen en emanciperen. Ja, dat vind ik echt schandalig dat we dat laten gebeuren. Mooi. Ja. We gaan toe naar een afronding van dit gesprek. We hebben in het verlengde van jouw betoog wat gefilosofeerd over de ontwikkelingskansen van, ik zeg maar even, de verre uithoeken en hoe het ontstond en welke rol de gemeentes daarin kunnen spelen, hoe het zit met de provincies, ook de afstand van het Rijk. Als we nou, jij bent nog wel iets jonger dan ik, hè, maar als we nou zo van een jaar of 10 weer op deze stoelen zitten en ik nodig je uit in Assen of in Emmen. Als je nou eens even een soort doorrekening moet maken van het scenario dat je nu hebt geschreven. Waar zouden we zo eens een beetje kunnen zitten? Hebben we dan een nog groter uit elkaar trekken van de verschillen in Nederland? Of zeg je van, nou, ik zie toch wel een aantal andere tendensen? Ik denk dat het niet heel veel... Ik heb goede hoop dat we het niet heel veel erger gaan laten worden qua verschillen binnen Nederland. Ik heb goede hoop dat er wel echt beleid gaat worden gemaakt op inderdaad het verkleinen van die verschillen op bepaalde manieren. En ik heb ook wel echt goede hoop, je ziet het met die regio-deals die nu ook gesloten worden, dat in ieder geval die wilder is, ook vanuit Den Haag, om die regio's toch inderdaad meer te stimuleren. Dus ik geloof wel dat er in andere delen van het land dan de Randstad, dat er echt weer nieuw economische dynamiek kan komen, nieuw elan. En ik geloof niet dat er een totaal veranderde speelvelden, dat Amsterdam of Rotterdam gaan leeglopen en dat ineens Assen booming wordt en uitgroeit tot een wereldstad. Ik bedoel, dat moet je ook helemaal niet ambiëren. Maar ik geloof wel dat er inderdaad nieuwe impulsen gaan komen en dat die andere, dat er toch nieuwe dingen gaan broeien en bloeien. Dat verwacht ik echt. Ja. Dat is een hoopvol slotwoord van een mooi betoog. Ik wil in ieder geval bedanken voor het boek. Het domste wat we in Noordoost-Nederland kunnen doen, en zeker van ook even vanuit plaatsen als Emmen, om te denken van, nou ja, dat ligt toch heel anders. Volgens mij leg je heel mooi de vinger op de zere plek. We zien het ook als een uitnodiging om weer heel hard na te denken over de toekomst van dit gebied. Ik wil je ook danken voor dit gesprek. Je bent nu in Assen gekomen voor een gesprek van anderhalf uur. Ik nodig je graag nog eens uit om eens Drenthe wat rond te kijken. Ook in Emmen. Emmen is ook meer dan Wildlands. Maar je hebt gelijk als het gaat. We hebben met elkaar echt het nodige werk te doen. Ik dank je voor je komst. En voor het slotwoord geef ik graag de gelegenheid aan Simone om nog een paar dingen tegen ons te zeggen. Ja, hartelijk bedankt.
En wat heb ik er nog aan toe te voegen, hè, zou je bijna kunnen afvragen. Ja, zo'n avond heeft altijd een beetje het ook in zich dat het nog meer vragen dan antwoorden oproept. En dat je denkt van ja, ik ben wel iets wijzer geworden. En zeker op een ander niveau. Toch denk ik dat we hier een aantal hele mooie, voor mijzelf in ieder geval, als ik mag proberen iets uit te lichten. De losers van nu kunnen de winnaars van over 10, 20 jaar zijn, wil ik heel graag meenemen. Het zijn golfbewegingen en de trek naar de stad of platteland ontstaat ook doordat er ruimte is. En als ik ergens nu dus denk dat er ruimte is, dan is dat wellicht op het platteland. De vraag is wat ons dat dan weer gaat brengen natuurlijk. En die gezamenlijke blik vooruit, die slagkracht voor de regio, dat is wat we nodig hebben. Waar wij samenwerken, hoe lastig dat soms ook is. Ja, jij zegt de bibliotheek, kennis is macht. En hoe moet je je weg vinden in deze grote wereld zonder de bibliotheek? Nou, ik hoop dat wij vanavond ook allemaal een beetje het gevoel hebben dat we iets beter weer de weg kunnen vinden in al die ontwikkelingen waar we met z'n allen mee te maken hebben. Dank jullie wel. Dank jullie wel, mensen thuis. Voor Erik, ik heb een klein cadeautje, een klein bedankje voor je. Het is het essay van Floris Alkemade, een wijze man, zoals Floor zegt, die een betoog schrijft over de kunst van het van richting veranderen. Dus hopelijk geeft dat nog meer input. Floor, voor jou heb ik het boek Bart 2018. Over Drenthe wordt vaak gezegd dat we stil zijn, bescheiden zijn. In dit boekje wordt een aantal hele mooie portretten van een aantal krachtige inwoners van Drenthe beschreven. Dus ik hoop dat het jouw blik op onze provincie nog meer verruimt. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Thank you.